Ik heb in 2017 het voorrecht gehad om heel veel machines te mogen uitproberen. En als een rode draad door die testen heen liep eigenlijk wel dat de meeste machines goed waren. En dat het meer op een bepaalde voorkeur of eigenschap uitkwam. Zo ook de Nocta. Alleen is de Nocta voor mij een blijver geworden, omdat ik gewoon echt kan lezen en schrijven met deze machine en erg blij ben met deze machine, naast de detectors die ik al heb. Nou heeft de Nocta een normale schotel en er is veel te doen geweest over andere schotels bij de Nocta. Zo is de Black Dog geweest en de Black Dog is op de een of andere wijze niet meer te verkrijgen en daar is nu de Karma voor teruggekomen. Dat is een iets grotere schotel die wat meer diepgang zou moeten hebben dan de standaard schotel. Maar Nocta heeft natuurlijk zelf ook een schotel gemaakt. De IM40. Dat is dat ding. Die. Die is groot. En hij heeft één nadeel en dat is dat hij redelijk zwaar is. Maar Nocta zal niet een schotel hebben gemaakt die zwaar is en verder niet. Dus er zal wel over nagedacht zijn. Dus ik vind zeker wel dat hij de kans moet krijgen. En die kans ga ik vandaag geven. Dus, wens me succes. Good luck. Succes. Blijven de goede vondsten nog een beetje uit, want dit is gewoon een stukje lood. Zijn er wel sporen dat we op de goede weg zijn. Leuke oude, tenminste eerdere types pijpenkopje. Nou, daar waren we niet echt naar op zoek. Een gulden. 1969. Kijk hoe dat vergaan is. Uitje. 2,5 leeuwencent. Nou, voorzichtig in het potje. En die gaat mee naar huis. Gijs zegt dat hij goud gevonden heeft. Ja. Ik heb hem in het buitje laten zitten voor je. Oh. Oh. Oh, vet. Even focussen, ja. Gaaf. Is die hol of massief? Weet ik niet. Dat is wel vet. Met de initialen erop. Wat staat erop? N. NC of NG? NG. Toppertje Gijs. JN of NJ? Nico Jan. Jan oh. Nico. Ja, Jan. Jan Doedel. Jammer. 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 Naaier. Wie zegt dat je met onwijs grote schotels geen kleine dingetjes kan vinden? Die is wat mij betreft gek. Nou, dat moet ik ook niet zeggen. Dat is niet lief van mij. Maar 10 cent, 1928. 10 cent, 1928. Dit is het Polygoonjournaal van 1928. Heden zijn de 10 centen weer teruggevonden. Ik vind hem leuk. Tot de orde van de dag. Een gesp. Nou is een gesp op zich niet zo'n hele bijzonder vondst. Zeker deze gesp niet. Moet je kijken. Hier beneden zie je de verkleuring. Tenminste, ik weet niet of jullie het zien. Maar hier zie je echt een verkleuring in het
En zo diep lag hij. Aanzienlijk. Een graangewichtje. Staat er wat in? Nee, er staat niks in. Nee. Maar het is wel een graangewichtje. Nou, er is al iets van een sierdingetje geweest. Er is niet zo heel veel meer van over. Misschien met schoonmaken dat er nog wel naar boven komt, maar wie weet. Leuk hè, met hand ingekraste zegelloodjes. Nou, steeds niet heel duidelijk, maar je hebt ze wel eens, die zijn gewoon heel duidelijk. Dus dat waren kale zegelloodjes. En dan werd gewoon met de hand opgeschreven wat de maat was of zoiets dergelijks. Ja, het is een beetje moeilijk te zien, vooral als ik hem niet stil hou. Maar er zit een soort kruisje op. En hier zitten vier gaatjes in. Dus ik denk dat het iets van een kettinkje of een armbandje geweest is. Zeker weten doe ik het natuurlijk niet. Het is verguld, zie je dat? Maar goed, ik ga het thuis schoonmaken. Misschien komt het wat beter naar voren dan. Ja. Gulden 1956. Het is vandaag guldendag voor mij. Maar volgens mij was die vorige niet van zilver. En jongens, help me even uit. 1956. Dat zou zilver kunnen zijn. Weet ik nog niet zeker. Maar dat zou kunnen. Als ik het zo bekijk, denk ik het haast wel. Nou, in ieder geval weer leuk. Gelukkig, toch nog een beetje speelgoed. Een wieltje. En een dekseltje. Een dekseltje. Het is nog eens een mooi loodje. Die is nog mooi scherp. Zo moet ik hem houden. Nee, zo. Nou, ik weet niet. Ta-ta-ta-ta! Een soldaatje. Altijd leuk en altijd welkom. Zie je, er wordt gelijk geschoten ook achter me. Leer je machine kennen, zou ik zeggen. Voordat ik het gat openmaakte, zeg ik tegen Gijs, dit zou zilver moeten zijn. En dat is het ook. Een zilver blad. Ik denk een broche. Hartstikke leuk. En de schone versie komt nu in beeld. Ik ga stoppen. Ik moet straks naar de kapper. En dit is wel een leuke vondst weer. Een bolspijker. Oftewel ook veel gebruikt als pijpenvroeter. Reutelaar. Leuk.